Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur werkt er hard aan om het tekort aan meubilair op de scholen aan te pakken. De afdeling Leermiddelen, Productie en Distributie, LPD, is al begonnen met de distributie van stoelen en tafels naar de verschillende scholen. Schoolleiders en directeuren kunnen zoals gebruikelijk hun aanvraag voor meubilair doen bij de afdeling LPD. De tweede fase voor het baggeren van de vaargeul van de Suriname rivier zal door middel van een nieuwe aanbesteding in oktober van start gaan. Er zal gebaggerd worden tot een diepte van 5,5 meter. Het uitdiepen van de vaargeul tot de gewenste diepte is bereikt zal maximaal 11 maanden duren, dus tot eind september 2023. En president Chandrika Prasad Santokhi heeft het platform Reissector gisteren uitgenodigd voor de officiële overhandiging van het werkplan 2022-2023. De voorzitter, Sudarshan Jayaram, gaf aan dat een aantal van de korttermijnactiviteiten, de zogeheten low-hanging fruits, reeds in uitvoering zijn. Bij enkele punten is nog ondersteuning van de president nodig.